Cristina lì, amore, da Dio. Piano, adesso c'è da che non lo prego. Ma non te li fa, sì, da lì. Quante figli fa? Da me sono. Il tuo sono da te. Quanto è Ja, dat is gewoon jouw verhaal. Moet ik natuurlijk ook doen. Dat is wat ga je even kennen? Nou ja, kijk, het is gewoon voor mij. Moet ik nou, misschien ga je mee van mij. Dit zijn allemaal, zeg maar, advocatieken. Ja, ja. Dat kan gebruiken. Ja. Zeg maar, een kunstwerk te maken. Maar hoe je draait of keer, maar cultuur is heel uniek. En wat ik wil doen met kunst is dat ik dingen wil creëren die zeg maar, een toegevoegde waarde is voor de kunstgebeurt. Dus het moment dat mensen die werken zien, zeggen van hé, Marcia, dit is Suriname. En cultuur is alleen zich daarvoor. Voor de kunstenaars. Weet je, dat maak ik dan een unieke compositie daarmee. En op een heel spelende manier. En heeft de afbeelding nog iets, of is het alleen maar... In principe heeft het... Ja, het heeft geen boodschap. Het is gewoon het feit... Deze is jouw naam? Ja, en zeg maar, het feit dat het wordt gebruikt, dat mensen het zien, weet je, dat blijft het leven. Ja. Maar als mensen het zien, gaan ze zich afvragen van wat is het? Ja. Dan ga je weer vertellen van, dit is een script dat we zo weer gebruiken. Dat we maar staan. Weet je, dat die mensen in staat zijn geweest om een script te ontwikkelen. Ja. Dat wil zeggen dat het intelligente mensen zijn. Ja. In vergelijking met nu wat we nu maken. Ja. Alsof we dom zijn. Ja. Ja. Weet je, en dit laat je zien van, hé, dat kan niet. Als zij in staat zijn geweest om dat te doen. En nu hebben we een computer, we hebben BlackBerry, we hebben alles. Ja. En toch worden we criminelen. Hoe komt het? Weet je? We geven onze voorouders in principe schande. Maar dat zijn trotse mensen geweest. Snap je? Dus eigenlijk wat ik doe, ik maak gebruik van wat ik zie, die timmermotieven. Als jij het motief voor die gebruiksvoorwerpen, die gebruiken, rituelen, praktijken. En dan maak ik mooie compositie mee. Want bijvoorbeeld, ik had de workshop gemaakt met 5000 flessen. En eigenlijk, het titel van het workshop is Kimi Wikoli. Dus de traditionele kennis van medicijnmaker. Hoeveel van ons
kennen het nog. Ja. Die 35 jaar. Dus dat van ons. Ja. Weet je, en op zo'n manier, ja. Een combinatie modellen. Dan creëer je ook een interessant beeld. En dan laat je het weer over voor andere mensen om verder te gaan. Voor wat was er dus? Waarom hebben ze het gebruikt? Nee, dat stond op berichten. Dus dan kijk ik weer naar jullie. En die dingen hebben vastgelegd waar de mensen dan verder kunnen gaan. Meer informatie kunnen krijgen. Ja, ja, ik zal het wel op de zee. Maar dit is best wel een fragment van een boot. Dus hoe ik het zie van boven uit. Ja, ja, gewoon. Een boot, een boot, een boot. Zo, dat je van boven uit kijkt. En dan hebben we dit wel zit vlak. Ja, we gaan daar mee beginnen. Oh, ja. Dan wil je daar mee een boto met poederen, een boto met kennis. Ja. Dus bepaalde dingen is vereenvoudigd. Ja. Maar het gaat weer terug naar die cultuur. Waarom werden die boten gemaakt? Boten werden gemaakt van hout. Wie maakte die boten? Met zelf. Weet je, en zo. Het is anders. We moeten ook niet zitten wachten, al ben je de overheid om dingen te doen. Hou zelf initiatieven nemen. Dan ga ik weer naar onze voorouders, maar dat is een initiatief. De mannen wisten wat niet dat is, laat die ons jong mooi en zo. Weet je, laten we beginnen en zo met die anderen bij en dan zo proberen zo en zo verder. Onze problemen zijn er nog kennis aan. Reactie geven op de kunst van Marcel Kint?
Ja, ik denk zijn werk is meteen herkenbaar, hè, omdat hij motieven gebruikt uit Marons objecten. En ja, zoals die pan, hè, de geruite doeken, dat is meteen herkenbaar als je dan zijn werk ziet. Je onderscheidt zich van andere kunstenaars natuurlijk. Ja. Okay. Ja. Nou, dankjewel. No, no.
En hij doet in Duits. Ik heb geen zijn. Hoe komt het? Druk, ik heb een leuke maat.